Mi venta. Zo vlieg ik gewoon de pan uit. Mi loopt stranang. Maar eerlijk mee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mi Vintag. Deze week praten we met enkele mensen over de residentie van het jaar. Is Suriname 48 jaar onafhankelijk? Wat vinden mensen of hoe kijken mensen daarna? Ik wil niet dat next over de residentie, want Alibi zei: go no, no, there. En no boom. Een heeft de residentie, omdat u ABM mee kunt taken. Maar een heeft want Alibi nee, go straight, straight, me pas straight, straight, van de go. One heeft een alibi. U bent af residentie, bant, je bent gezellig. Maar ik ga naar next initiatie. Next initiatie, Milei. En ik ga er, en ik ga. Maar ik ga er, ik ga er horen. Omdat u abing. Alifa de Meliba Kondre, ik ga er bedraaien Kondre, dit is Godoro. Wat no no de. Na Aaron, apotu in Pina. En na Pina, dit is Ahebi. Het is zwaar, maar goed. Ik vind het echt niet echt iets dat er geen verandering is hoor. Ik heb het niet echt gemerkt. Goed. Geen probleem. Rusten met de ontwikkelende situatie. De economische situatie in het land is daar. Ik denk dat wij als Surinamers, wij moeten dus dan ons gaan bezinnen. Wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren, decennia. En daaruit is dan de kracht uitputten om verder te kunnen gaan. Het is wel zwaar, maar ik hoop toch het beste. Ik hoop toch het beste. Ik kijk met volle, ja, volle moed er tegenaan. Het heeft zijn goede kanten gehad en het heeft ook minder goede kanten gehad. Ik ben voor de onafhankelijk, maar... Terwijl je veel lukt, kan je nu nog de dagelijks lukt, kan je bij het pifan houden. Begrijp je? En dat... Bijna, na sint, dat je onafhankelijk bent, maar je pisreef je. Ja, dus... Wansi ja boem, maar wansi ja no boem. Dus ik heb een voordeel en een nadeel daartoe. Leuk, prettig. Nou, leuk wansi van Amman, Amman nice. Is dat beter? Ah, dan gaan we nu op een model. Ik heb een ontwikkeling van de Chimoro. Ik heb een bewustwording van de Chimoro. Die is vooral like Afro-Surinamers. Ik ben Afro-Surinamer. Ik heb een bewustwording van. Ik heb een zang, een focus naar Taki. Ik heb een en ik heb een sapsumanami. Ik maar ik denk dat dat een sapsumanami is. De vaste residentie die ik heb, is mijn advies voor de moro onderzoek voor sap de refi. Dan ga ik de refi moro. Daar moet ik zeker. Want ik denk dat sap uno sap suma na uno. Ik heb een geest lekker tranga, maar no tranga. Zolang ik sap de refi aan moest go. Dan ga ik blessen die 48 jaar residentie. Vroeger kon ik zeggen dat het residentie was, maar nu niet. Je ziet hoe de omstandigheden in het land zijn. Je hebt er geen zin in. Dus voor mij blijf ik liever thuis. Dat geld dat ik zou spenden op straat, doe ik in mijn woning, in mijn huis. Ik vind dat we 48 jaar, als ik het eerlijk moet zeggen, ik voel geen residentie. Ik voel geen residentie. Ik voel nog een beetje van het kolonialisme. Het kolonialisme. En we blijven maar achter ze aangaan. Kijk hoe het land pinaart. Het land pinaart. Maar zie je wel dat Nederland reageert op de situatie nu in Suriname. Geen één dag. Geen één minuut, geen één seconde dat Nederland reageert over de situatie. Over wat er nu op vandaag de dag in Suriname gebeurt. Dat wil ik jullie zeggen. En wat de residentie aangaat. Er is zo'n ramp gebeurd. Dan vind ik van, hé, laten we ons daaraan houden. Even alles stil, want we voelen mee. Het is een ramp die in Suriname is gebeurd op dit moment met die goudzoekers. Wie is de fout? Wie is samen nou een ramp? Dan heb ik op het aheerfeest gedachte. Nou, dan zei dat ik een Libi naar is, maar voor het binnenland. Ze no no ma, pap, tien, zus, dit, de ati ik kreeg. De ati ik broer. Het gaat echt niet goed in het land. Met veel up en down. Als je vooruit kan, als je achteruit kan, je uno. Maar toch, een tikken. Want
Je nu kan die altijd, dan altijd aan mama ozo. Je moest go boy eji bestaan. A dat type sa, wana afhankelijkheid uit teke. Ano aan takrusani, boom. Maar kan de char maf uno, de char en afasi, dat hem moro vooruit gaan. Maar we libi, alle kunnen ze teke onafhankelijkheid. Je pina wa piste in dan, je komt op een stand. Je schrijft me een meke mee daar, je een meke mee na foto. Je kunt die 75 euro kat op zee. Daar ben je meke mee december met een foto. Maar daar, dat ben je. Als ik naar een persoonlijke leeftijd moet kijken, 48 jaar, dan ben je volwassen. Dan zou je bepaalde dingen zelf moeten kunnen. Olé, der man, Thierry. Ja, en Assange Sambe Moussou Psa. Mij is dat wat vroeger een politiek was, is nu stelen geworden. Trouwens, ik heb er geen antwoord daarvoor hoor, om wat reden waarom. Die mensen zijn gewoon elke dag bezig daarmee, toch elke jaar is hetzelfde ding. Ik vind het fijn dat we het dus zo ver hebben gebracht. Ja? Waarom? En er moet heel wat veranderen nu. Want ik vind het erg dat ze het land zo verwaarlozen. Vind ik dan. Dat is mijn mening. We zijn nog niet ontwikkeld als Suriname. En wat, waarom ik dat zeg? Al de leiders die komen, zijn één pot nat. Suriname heeft heel veel goud. Heel veel zilver. We zijn een rijk volk. Maar toch kunnen we nog niet zelfstandig zijn. Toch kunnen we niet groeien. We moeten groeien. Elke regering kan zijn schurken. Die ene wil beter, de andere wil nog erger. Het is dezelfde. Dus we moeten onze handen in eigen boezem stoten. En beter gaan met Suriname's volk. Mijn kant eigen, hoe ik vooruit, ze zijn achteruit. Ik vind dat. Ik ga gewoon de pan uit. Ik loop straks. Maar eerlijke mening.